Het expertisecentrum voor digitale media is het ICT-onderzoeksinstituut van de Universiteit Hasselt. Het werd opgericht in 1987 en momenteel werken er een 70-tal gespecialiseerde onderzoekers aan innovatieve softwaretoepassingen. De drie grote domeinen zijn computer graphics, human-computer interaction en multimedia and communication technology. Binnen de computer graphics onderscheiden we twee richtingen. Een eerste focust op nieuwe algoritmes en methodes, specifiek voor het sneller modellen en renderen van beelden en animaties. De tweede richting is gespecialiseerd in videogebaseerde computer graphics. Technieken uit de computer graphics en de film- en videowereld worden gecombineerd tot nieuwe toepassingen. Human-computer interaction wil de wisselwerking tussen mens en computer beter op elkaar afstemmen, zodat het gebruik van een computer heel gebruiksvriendelijk wordt. Zo wordt onderzocht op welke wijze toepassingen zich automatisch kunnen aanpassen aan de gebruiker, de omgeving en het toestel dat men gebruikt. Verdere research binnen dit domein is gefocust op nieuwe interactievormen. Hierbij zijn het werken met multi-touch tafels en force feedback toestellen zeer belangrijk. Multi-touch tafels zijn displays waarbij één of meerdere gebruikers een computer bedienen met meerdere vingers rechtstreeks op een display. Force feedback toestellen zijn apparaten waarbij men een realistische krachtterugkoppeling ondervindt. Ten slotte is er het onderzoek in multimedia en communication technology. De afdeling Networked Virtual Environments onderzoekt hoe software, beschikbare hardware en netwerken zodanig op elkaar afgestemd worden dat een gebruiker de best haalbare kwaliteit bekomt. Zo onderzoekt het EDM nieuwe methodes om gedetailleerde stadsinformatie zo efficiënt mogelijk voor te stellen, op te slaan en te versturen naar vaste en mobiele toestellen. Multimedia legt zich toe op nieuwe interactieve toepassingen voor tv, touchscreens en all-in-one toestellen. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, EFRO, en de provincie Limburg hebben ervoor gezorgd dat het Gallo-Romeins Museum en het EDM de handen in elkaar geslagen hebben om mobiele ICT en de erfgoedsector dichter bij elkaar te brengen. Na de ontwikkeling van een eigentijdse mobiele museumgids voor jongeren, bouwt men momenteel verder aan een kenniscentrum voor interactief erfgoed. Dit kenniscentrum, iDiscover, biedt aan erfgoedinstellingen de mogelijkheid om zelf het gebruik van mobiele gidsen te ervaren. In een eigen testlab kan nieuwe technologie getoetst worden voor een bepaald doelpubliek. Verder laat dit lab toe verschillende museumomgevingen na te bootsen door gebruik te maken van touchscreens, projecties, aangepaste omgevingsgeluiden en technologie voor netwerking en locatiebepaling. In een Interreg 4-project, Revalidatie Robotica 2, gaat een multidisciplinair team momenteel na hoe de revalidatie bij MS- en CVA-patiënten kan worden verbeterd door gebruik te maken van krachtterugkoppeling. Hierbij wordt een zogenaamde Phantom Device gebruikt. Dit is een apparaat waarbij de gebruiker een pen moet vasthouden en bewegen volgens bepaalde trainingstaken. Omdat de pen verbonden is met enkele motoren, kunnen er ook krachten op de punt van de pen worden gezet. Hierdoor kan bijvoorbeeld de beweging van de gebruiker worden tegengewerkt of kan het gewicht van een object worden nagebootst. Ook bij de ontwikkeling van games is het belangrijk dat er een goede afstemming gebeurt tussen verschillende disciplines. Momenteel wordt in samenwerking met enkele hogescholen een EFRO-project uitgevoerd, namelijk GameHub. In dit project werken onderzoekers samen rond de ontwikkeling van serious games. Hierbij wenst GameHub ook KMO's nauw te betrekken en een kennisknooppunt te zijn waar men terecht kan met specifieke vragen over game development. De aanwezige kennis van verschillende onderzoeksdomeinen binnen het EDM is een van de troeven voor de ontwikkeling van innovatieve toepassingen. Momenteel test men het gebruik van digitale waterverf uit. De bedoeling hierbij is om maximale natuurgetrouwheid na te streven ten opzichte van echte waterverf.
Men kan gewone verfborstels gebruiken, men kan echt water gebruiken en toch schildert men op een computerscherm. Het grote voordeel is natuurlijk dat men op deze wijze heel wat kan experimenteren. Momenteel wordt in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling onderzocht op welke wijze innovatieve technologie kan toegepast worden binnen serviceflats en rust- en verzorgingstehuizen. Thema's die hierbij aan bod komen zijn familiezorg en sociale contacten, entertainment, interne en externe diensten, gezondheid en preventie. Met het touchscreen kan men verschillende toepassingen kiezen, zoals het versturen van berichten, het gebruik van videotelefonie, bestellen via de roomservice, draadloze bloeddrukanalyse en domotica-besturingen. Ook op internationaal vlak heeft het EDM een belangrijke reputatie opgebouwd, dit dankzij meer dan 45 verschillende Europese onderzoeksprojecten. Momenteel wordt in het Europees project Open Garments samengewerkt met een aantal binnenlandse en buitenlandse bedrijven uit de textielsector. Doel van het onderzoek is een realistische visualisatie van een gepersonaliseerd hemd weer te geven. Om te voorkomen dat voor elke mogelijke variant een groot aantal nieuwe hemden gemaakt en gefotografeerd moet worden, wordt er hier gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen referentiehemd. Met behulp van computervisietechnieken wordt een 3D-model gegenereerd. Eens het model volledig bepaald is, kan elk ander stofpatroon op een realistische manier worden voorgesteld. Zoals u kunt vaststellen, werkt het EDM naast fundamenteel onderzoek zeer toepassingsgericht. Verschillende projecten leiden niet enkel tot een kennisuitwisseling tussen de universiteiten en bedrijven. Veel van de door ons ontwikkelde toepassingen worden ook gebruikt door KMO's, organisaties en bekende internationale bedrijven. Zowel regionaal, nationaal als internationaal worden talrijke projecten gerealiseerd, mede dankzij de steun van verschillende overheden en instellingen. Zo heeft het EDM zich kunnen uitbouwen tot een gerenommeerd onderzoeksinstituut.